Weet jij wat het woord woke wil zeggen? Broek? Woke. Woke wil zeggen dat je een wakende geest hebt. Woke wil zeggen dat je gelooft wat het ministerie van waarheid u vertelt. Nee, nu is dat zo. Dat was een rechtse term, hè? 5 jaar geleden wel, ja. Ik ben altijd woke geweest. Ik kijk wat er rond mij gebeurt. Ik zie dat wij westerse propaganda krijgen. Maar je kunt niet Russian Today nemen, hè? RT is gewoon Russische propaganda. En de rest is westerse propaganda. Telkens als ze het nieuws geven, zouden ze daar moeten opzetten. Dit is een deel van de waarheid. Hoe woke is u Nederland? Zeer woke. Ik gebruik woorden gelijk neger, gelijk Jeannette, gelijk reetkever. Dat is allemaal een beschrijving van de realiteit. Iemand met negroïde trekken is een neger. Ik ga bijvoorbeeld nooit een Abyssinier neger noemen. Die zijn wel zwart, maar die hebben fijne trekken. Zijn jij man, vrouw of X? Wat is dat nu voor een onnozele vraag? Ik moet het er bestaat maar M en V. Die X, dat bestaat niet. En je zet M als als je geboren zet met een penis en je zet V als je geboren zet met een woef. Ze hadden zich vergist. Oké, okay, ik neem V voor u. Wat is uw leeftijd? Mijn fysieke leeftijd. Tussen de 16 en de 19? Nee, mijn fysieke leeftijd is 50 jaar. Mijn mentale leeftijd is 18 tot 25. Ik ben nog heel soepel van geest. Ik kan veel nieuwe dingen uit het hoofd leren. 13 tot 15 dan. Jij woont in een grootstad. In een stad of op het platteland? Ik woon in een stad. Ja? Heist was een stad voordat er knokken bestond. Heist had het statuut van stad, terwijl er op de lippen slaan nog konijnen liepen. Er staat hier niet de mogelijkheid, ik ben dakloos. Oftewel op het platteland, oftewel in de stad. Maar als je nu geen huis hebt... Ah, dan kun je dat ook niet lezen. Ik weet niet, vluchtelingen die op straat slapen hebben wel een gsm. Ah, hoe komen die aan die gsm? Hoe laat die hun gsm op? Hoe betalen die hun abonnement? Als ik een abonnement wil, dan moet ik mij bij Telenet of bij Proximus inschrijven. Dan vragen ze mijn gegevens. Ortel Mobile heet het. Hoe laten ze dat op in de McDonald's of in de bibliotheek? Nou ja. In welke sector werkt jij? In de amusementsector. Is dat agrarisch? Het is niet agrarisch. Agrarisch, dat zijn boeren. Die patatten planten en voren trekken en op de paarden hun gat slaan. Ik heb dat ook wel gedaan. Als je dat gedaan, dan zeiden wel agrarisch. Ik heb een paard dat niet vooruit wou, een tabaksplant in zijn reet geplant. En dan ging dat beest vooruit. Oké, wat is uw voornaamste nieuwsbron? Mijn voornaamste nieuwsbron is de Heer, die mij de inspiratie geeft om het nieuws te bekijken met een kritisch oog. Dus websites? Van het laatste nieuws. En overal waar ik cookies moet gebruiken, dat klik ik weg. Daar zit veel te veel suiker in. Ik kies ander. En ik schrijf de Heer. Behoort gij tot een minderheidsgroep? Tuurlijk. Denk het wel, hè? Iedere persoon is een minderheid. Iedereen is uniek. In mijn uniciteit behoor ik inderdaad tot een minderheid. Ik kies anderen en ik schrijf... Pastafariano. Ja, dat is goed. Dan met een trechter op de kop en spaghetti in de ogen. Jij blijft graag op de hoogte. Nee. Oké, nu gaat de test beginnen. Ah. Welk woord is het meest inclusief? Ik zeg een zin. Er is een woord dat je moet invullen. Ik geef je 3 opties. Ja. Een Belgische chauffeur is in Calais tegengehouden met 23 blanco in zijn vrachtwagen. Is het woord vreemdelingen? Is het woord vluchtelingen? Is het woord... kleurlingen. Wat het meest inclusieve is, dat is kleurlingen. Een kleurling, dat is in Zuid-Afrika een metis. Eigenlijk, dat is geen neger, dat is geen blanke, dat is een melkchocolade. Dat is het meest inclusief. Vluchteling, dat kan iedereen zijn. En wat was nog het andere woord? Zoals vreemdelingen, vluchtelingen en kleurlingen. En wel, kleurling is het meest inclusief, want als ik de grens oversteek naar Holland of naar Frankrijk, dan ben ik daar een vreemdeling. Niet de
verwarren met een rare. Want een rare, dat is iemand die zich raar gedraagt. Het terrein wordt bewoond door Belgische blanco, zigeuners, nomaden of Roma. Zoals de Babsi altijd zei, het zijn zigeuners. Roma is te beperkend. Je hebt zigeuners die geen Roma zijn. Mijn collega is autistisch, heeft autisme of is autist? Mijn collega heeft autisme. Want autisme is een aandoening en een aandoening heeft men zoals het speen. Oké, het gaat hier over gehandicapten. Ik had het ze niet lezen. Zegt je personen met een beperking, zegt je gehandicapt of zeg je anders van ieder? Ik zeg gehandicapt en ik zou zelf de handicap benoemen. Als ze een bult hebben, noem ik die een bultenaar. Als ze een mankepoot hebben, noem ik die een mankepoot. Men moet de zaken benoemen anders van ieder. Dat wil ik zeggen. En mensen met een beperking, iedereen heeft een beperking. Ik ben financieel beperkt. Seksueel beperkt. Onbeperkte mensen, dat bestaan niet. Zelf Elon Musk, die zo rijk is, die heeft een beperking. Ja, die heeft trouwens autisme. Ja, nou, dat wist ik niet. Asperger noemen ze dat. Asperger, ja, ja. Oude mensen, noemen we die de derde leeftijd, bejaarden of 60-plussers? Bejaarden? Ik zou zelf zeggen, demente oude zakken, 60-plussers, dat betekent niks. Het nieuwe 60 is nu het oude 40. Senioren, dat betekent nog minder. Als ik een brief krijg en daar staat op, beste senior, ik smijt dat weg. Ik ben geen senior. Hola, senior Joseph. Met een tilde op. Dat is wat anders. Suïcide, noemen we dat zelfmoord? Noemen we dat harakiri? Noemen we dat zelfdoding? Noemen we dat seppuku? Seppuku, dat woord ken ik niet. Harakiri is het Japans voor zelfmoord, zelfdoding. Dat is eigenlijk zonder dat men het wil. Als ik iemand omverrij en ik zeg, oh, ik heb iemand gedood. Maar als men het bewust doet, is het moord. Bewust uw eigen liquideren is zelfmoord. Wat was dat ander, dat laatste dat je zei, dat kende ik niet. Seppuku, dat is u op uw zwaard laten vallen, maar dat is ook Japans. Maar als je geen zwaard hebt, kun je geen seppuku plegen. Hè? Mensen zonder geld, noemen we dat gebrekkige? Noemen we die armen of noemen we die mensen in armoede? Ik zou die armen noemen en zelf nooddruftigen. Een woord dat weinig nog gebruikt wordt, maar die mensen zitten in geldnood. Dat zijn nooddruftigen. Dat zijn armen in oppositie met rijken. De rijken, die noemt men toch ook niet mensen met meer kansen of zo? Nee, een rijken is een rijken, een armen is een armen. En het algemene woord daarvoor is sukkelaars. Die sukkelen om te kunnen overleven. Kende jij William Boeva? Ik ken Mieke Boeva. Is dat zijn zus? William Boeva. Dat zegt mij weinig. Dat is een mens van 1,40 meter. Dus dat is een dwerg. Is dat een dwerg, een kabouter of is dat een kleine mens? Maar dat is te zien. Als hij normaal gevormd is, is het een kleine mens. Als hij natuurlijk ledematen heeft die kleiner zijn, dan is het een dwerg. Kabouters, dat zijn mythische figuren. En daarvoor moet je bij Gert Verhulst zijn. Die heeft kabouters van bij de 2 meter. Ho van Spilbeek heette vroeger Baudouin. Spreken we dan over zijn nickname, zijn deadname of zijn former name? Deadname, een naam die dood is. Mijn deadname was Jozef, nu eet ik chef. Deze test ging over hoe woke is uw Nederlands en de 3 antwoorden zijn Engels. Dus dat heeft niks met Nederlands te maken. Jan is non-binair en voelt zich man nog vrouw. Wat zijn zijn voornaamwoorden? Jan heeft dringend psychiatrische hulp nodig. Is het die, hen? Is het lijn of is het dijn? Jan is mannelijk, dus hij zijn. Daar is toch geen discussie over. Mensen zonder papieren, illegale of sans papiers? Mensen die geen papieren op zak hebben of die niet willen tonen, dat zijn illegalen. Waarom moeten we een Frans woord gebruiken in de Nederlandse tekst? Sans papier, dat kun je op wc hebben. Ja, illegale dan, hè, ja. Illegale, ja. Een man die zich verkleedt als vrouw, gelijk Bo. Een travestiet. Een travestiet, een drag queen of een drag king. Het is weer Engels. Een travestiet. En in alles is dat een woord Jeannette. Dat brengt mij mooi tot de volgende vraag. Spreken we over Jeannette, gays of homoseksuelen? Alle homoseksuelen zijn geen Jeannette, maar alle Jeannette zijn wel homoseksuelen. Maar gay is weer Engels. Ah, maar ja, ja. Maar ik zou zeggen homoseksueel. Als jij een man bent en je identificeert u als man, zijn dat dan hetero, transgender of cisgender? Een man die zich identificeert als wat hij is, is normaal. Het antwoord is
cisgender. Hè? Ah, maar ik ken dat niet. Dat staat tegenover trans, gelijk Gallia, Cis Alpina. Dat komt van het Latijn. Ja, dat is Latijn. Waarom zou ik cis zeggen? De C wordt toch uitgesproken als K? Keizer, ja. Mongolen kunnen niet eens Latijn. Mongolen kunnen alleen Mongools. En schrijven voor de standaard. Dat kan. Mijn buren zijn afkomstig uit Marokko. Zij zijn... Marokkanen. Maar ja, dat is toch duidelijk? Zij zijn vreemden, hebben een migratieachtergrond of zijn allochtonen? Ah, zij zijn vreemden. Allochtoon, dat waren bougie-woogies van de planeet Kusmenkloten. Dat zijn allochtonen. Dat woord heb ik voor de eerste keer gevonden in de jaren 60 in science fiction verhalen. Het heeft niet veel zin om witte mensen... Albino's. Witte mensen zijn albino's. Het heeft niet veel zin om witte mensen de schuld te geven voor structuren die negers discrimineren. Albino's kunnen daar niet aan doen dat ze wit zijn van pigmentatie. Bedoelt men blanke? Dat is wat anders. Gaat hier over het woord zwarte, kleurlingen of mensen van kleur? Ah, maar als ze zwart zijn, zijn ze zwart. Hè. Als ze chocolat zijn, zijn ze kleurlingen. Hè. En mensen van kleur, dat kan zowel goed rijstkakkers zijn als bosapen. Hè. Dus het meest inclusieve dan is mensen van kleur. Ja, want iedereen heeft een kleur, buiten albino's. Albino's hebben ook een kleur. Ah, ja? Het gemis aan pigmentatie geeft een witte kleur en rode ogen. Oké, dan pak ik mensen van kleur. Vanessa ziet haar genderidentiteit als iets dat niet vaststaat. Is zij dan genderqueer, transseksueel of aseksueel? In de Grieken zeggen gnotice auton. Je moet je eigen kennen. Als je niet weet wie dat gezet, dan zet ik goed voor de psychiatrie. Maar ik verwerp het woord gender. Dat bestaat niet in het Nederlands. Transseksueel of aseksueel? Als Vanessa zegt... Als ze zich soms man, soms vrouw voelt. Dat wel niet veel mee te boeken, dan zou ik zeggen aseksueel. Derde wereldlanden, laag inkomenlanden... Achterlijke landen. Ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden. Dat zijn onderontwikkelden die nog in de bomen leven en zo, hè. Wel, die moeten ontwikkeld worden. Dat is een hoopvol begrip, hè. De handlanger van Sinterklaas heeft... Zwarte Piet. Roetpiet, Koffiepiet of Zwarte Piet? Zwarte Piet, natuurlijk. En dat is geen handlanger, dat is de knecht. In het Frans is dat le père fouettard. Dat is wat anders. Dat is eigenlijk de pater met de zweep. Avec le fouet. Daar heeft Sinterklaas een andere knecht. Die heeft eigenlijk de knecht die op de kinderen klopt. Met zijn zweepje. Een SM. Een school met weinig... mensen van kleur. Is dat een blanke school, een bleke school of een witte school? Dat is gewoon een school. Blank, bleek of wit? Bij mij in een college zat er een Chinees. Ja, maar je moet kiezen. Als er blanke kinderen zitten, is het blank, hè. Wit, dat is zo'n lijkleur. Dat is voor spoken. Spoken zijn wit. Spoken zijn niet blank. Laatste vraag. Beschouwt u uzelf als een woke persoon? Ik ben inderdaad heel alert. Ik ben in de Engelse zin van het woord woke. Hoe voelt u bij dat woord? Goed of slecht of niets? Ik voel niets, want het is een vreemd woord en ik ben tegen barbarisme. Woorden als Jeannette of vak. Vak. Wat is vak? Ik weet niet wat vak is. Mocht dat enkel gebruiken als een zelfde Jeannette zijn? Ah, maar nee. Als ik in Olsch de voel Jeannette zie, dan zeg jij Jeannette. En Jeannette moet niet verwacht worden met homoseksueel. Het is hoe je u gedraagt. Neemt jij nog neger in de mond? Welke autoriteit kan beslissen welke woorden er meer mogen? Ja, dat kon het ministerie van Waarheid bij Orwell. Begrijp jij dat sommige woorden mensen kunnen kwetsen? Nee. Enkel als ze gedrukt zijn op heel scherp papier. Ik denk dat het Plato was die dat zei. Het woord hond heeft nog nooit iemand gebeten. Dat is mooi, hè? Poetin, die gebruikt geen verbale agressie. Je mag zeggen, foei tank, ga weg, smerige tank. Verbale agressie, dat heeft geen enkel effect. Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dus ze verdienen gelijkwaardige behandeling. Niemand is gelijkwaardig. Ik acht mij meer waard dan Dutroux. Er bestaat geen gelijkheid. Er worden rijken geboren, er worden armen geboren, er worden domme kloten geboren, er worden slimme kloten geboren. Gelijkwaardigheid bestaat niet. Ik heb gekozen, maak het niet te ingewikkeld. Wat is de conclusie daarvan, jongen? Wacht, hè. Joseph at kwartierke.tv. Dat ik een rechtse klootzak ben. Zou kunnen, ja. Bij 4 van de
20 vragen heb je het meest inclusieve woord gebruikt. Ik heb het niet opzettelijk gedaan, Zanne. Had ik het geweten, ik had het niet gedaan. Uw collega heeft autisme. Ja, tuurlijk. Ja, dat was juist, hè. Je zegt niet, hij is speen. Je zegt, hij heeft het speen. Boudewijn van Spilbeek is de dead name. Goed gedaan. Ik beschouw dat als een afkorting, Molly. Die hen, dat was het enige dat Nederlands was, dus dat heb je ook juist. Nou, maar ja. Mensen van kleur is meer inclusief dan kleurlingen. Kleurlingen is specifiek voor Zuid-Afrikaanse metissen. De babsje heeft dat zelf aan de politie gezegd. Ze zegt, daar is een neger binnengekomen. En zij schreven een kleurling. Nee, hij zei, het was een bamboela met dikke lippen en een dikke neus. Oké, je hebt 4 op 20. Wat vind je daarvan? Ik weet niet wat ik aan de heer misdaan heb, dat ik toch nog 4 op 20 heb. Om eerlijk te zijn, hier en daar heb ik gewoon gekozen voor u. En zo gaat een tijd voorbij, hè. Dank u wel voor uw bijdrage. Graag gedaan, Kaar.